Hey, welkom op mijn kanaal. Ik ben vandaag hier met Caroline. Caroline heeft ook een YouTube-kanaal en we gaan samen een make-up video opnemen. We gaan het iets specialer doen, we gaan geen spiegel gebruiken. En omdat we een beetje getraind ook al zijn, gaan we het ook met een smoky doen en met dark lips. Dus, ik ben heel benieuwd dat dit gaat uitdraaien. Goed. We gaan beginnen met onze primer en ik heb er eentje van Laura Geller, de Speckle Treatment Eventone Make-up Primer. Die gaat een hele mooie glans geven. Ik heb er eentje van Sisley, de Instant Perfect. En dat is eigenlijk eentje dat voornamelijk op de poren gaat werken en het mat gaat maken. Deze is nog de gemakkelijke. Deze is nog de gemakkelijke stap. Het gemakkelijke begin. Van foundation heb ik van Too Faced de Bonnie Sway Foundation, omdat ik die ook nog aan Veerle wou laten zien. En dat die van textuur iets vloeibaarder is dan de Double Wear. Van foundation ga ik die van Chanel gebruiken, de Perfection Lumiere Velvet. Dit is in de kleur 40 en ik vind die heel goed omdat je nadien ook geen poeder nodig hebt. Je kan dat wel doen voor een beetje matter te maken, maar in principe zou dit voldoende zijn. Altijd goed schudden met deze wangen. Die concealer zal ze biedt ook wel. Van concealer heb ik ook die van Too Faced The Born This Way Concealer. Ik heb die al een hele tijd in de kleur light deze. Maar eigenlijk gebruik ik die niet. Ik heb die nog maar 1 keer of zo gebruikt. Ik denk dat ik die iets te dun vind van textuur. Maar we gaan die vandaag nog eens proberen. Ik ga die van NYX gebruiken. De HD Studio Photogenetic. In de kleur porselein. Het is echt zo naar het niets kijken. Zo. Je weet en nooit. Ik ben mijn surrounding aan het bezien. Dat mijn interieur eruit ziet. Redelijk kaal, omdat dat zoiets is. Okay. Als we ooit blind worden, weten we straks of we dat kunnen. Hè? Ja. Alleen eyeliner. Ja. Bij mij is dat wel heel belangrijk, omdat jij spreekt over niet in die lijntjes kruipen, dat ik daar wel heel snel met poeder over ga. Dus ik ga dat onmiddellijk doen met mijn doorschijnend poeder. Ik ga die van NYX gebruiken, die is Stay Matte, met matte flat. In de kleur porselein ook. Dat is een van de lichtste kleuren. Is het een spiegel? Ik ben niet aan het zien. Oh, okay. Kijk. Ik gebruik van Hoola heel graag de klassieke Hoola bronzer van Benefit. Ik gebruik van Sleek het palet. Dit is het nummertje medium, 374. En hier zit eigenlijk de contour, highlight en een soort bronzer in. Allemaal tezamen. Dus, maar er zit ook een spiegel in, dus ik moet hier wachten. Ja. Zo dan. Voilà. Oké. Okay. Kan ik zien? Hier ergens. Wil ik? Hier ergens. Oké. Okay. Gewoon blijven wrijven, dan is dat wel. Ja, eens een propere borstel nemen. Je bent aan het lachen, hè? Nee? Nee. Ah, okay. Ik dacht dat jij nog aan het kijken was. Al raar. Ik ga dit nieuw, ja, het noemt eigenlijk ook een contouringpoeder gebruiken van Art Deco, van de Claudia Schiffer lijn. Maar ik ga dat meer als bronzer gebruiken, omdat dat niet zo'n heel erg donkere kleur is. Ik moet voorzichtig zijn, want er zit 1 een spiegel in. En 2 heb ik het al laten vallen en is het zachtjes gebroken. Die kleur is eigenlijk, ik ga het zo doen. De kleur is eigenlijk heel licht. Dus dat is gewoon voor een zachte schaduw te leggen. Ik ga bronzer doen. Een donkerdere dan. Ja, ik doe dat meestal zo wat in een 3 hier zo, voorhoofd. Op je wang en aan je kin. Maar op de tas zie dat zo'n beetje. Ja. Ja. Wacht, daar ga ik mee doen. Dat is misschien niet zo slim. Maar dat is echt jammer, die poeders. Ja, dat is wel jammer. Zeker omdat ik neem aan dat die ook niet zo super goedkoop zijn. Ja, dat is een testertje, maar dat is een blush van Art Deco. En die heeft een hele mooie... Ja, dat is een rozige kleur, maar die heeft een hele mooie gouden ondertoon, waardoor het, ja, iets warmer is. Okay.
En deze is het gemakkelijke deel, hè. Ja. Wat is het volgende? Wenkbrauwen? Wenkbrauwen, ja. Ja, ik dacht dat ik van u wel zou moeten een diepbrauw gebruiken. Ineens all the way en moeilijk. Ja. Maar die ga ik wel op mijn hand een beetje doen, zo. Zolang dat je haartjes voelt, is het goed zeker, hè? Ja. Ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, zo. Ik hoop dat ik... En de nieuwe is donkerder, hè. Je moet te geven. Maar... Ja, dat is waar. Oh, nee. Hé, jij zit er nog wel goed op, Gijs, hè. Oh, nee. Maar ik heb dikke de wenkbrauwen, hè. Misschien ze zag dat gewoon. Als je aan het lachen bent, dat is al geen goed voorteken. Ik heb een paintpot bij van MAC, maar een andere kleur, de Stroke My Ego. Die heeft een beetje glans. Oh, dat ik gewoon keimooi vind. Ik heb eentje van Babor, Zanip en Eye Primer. Ik ga ook terug een make-up palet van Sleek pakken. Er zit een spiegel in, dus ik ga het even zo draaien. Hop. En er zitten redelijk donkere kleuren in. En ik ga met die paarse tonen, de bovenste rijen, ga ik een soort van smoky creëren. Ik zal nadien wel zeggen welke kleur dat ik heb gebruikt, maar anders ga ik te veel kijken op de spiegel. Dus ik ga het gewoon vermijden met iets erover. Voilà. Hop. En ik ga eraan beginnen. Als basiskleuren ga ik een klein paletje van Morphe gebruiken, paletje 12NB. Daar zit geen spiegel in. Dat zijn vrij neutrale, nude en bruinige tinten. Ga ik voornamelijk in mijn crease gebruiken om de overgang naar buiten te doen. En een beetje daarna heb ik nog een donkerder palet. Oh, en dan dat tweede oog hetzelfde, hè? Zie maar dat je het eerste oog in orde krijgt. Dat tweede oog maakt me nog niet zoveel zorgen over. Waarom voor dat palet gekozen? Ga je daarmee je dingen ook doen, je kleuren ook? Of is deze je basis? Nee, dat is mijn basis. Ja. En ik heb ook deze paletje bij van Urban Decay, omdat dat een heel veelzijdig palet is. Ik vind het echt een supergoed palet om mee op reis te nemen en zo. Daar zitten van lichte kleuren in, natuurlijke kleuren. Je kunt paars, groen, blauw doen. Maar voornamelijk die zwarte kleur is het oogschaduw, de zwarte oogschaduw met het meeste pigment dat ik heb in mijn collectie. Ik vind het echt een hele goeie. Voor smoky eye. Het zijn dan ook zo de meest riskante kleuren, hè? Zo dan maar paarsig, zwart, blauw. Ja. Het zijn zo'n kleuren dat ik zelf eigenlijk bijna nooit iets zoveel draag. Gewoon smoky eye, voilà. Draag jij veel van die paarsige? Jij draagt ja, wel paars van heel veel. Oudroos en paars heel veel. Ja. En soms heb ik het gevoel van nu heb ik eens een bruine oogschaduw gekocht of een topige of zo. En ik doe die op mijn ogen en dan heeft hij weer een paarse ondertoon. Ja. Automatisch grijpt hij zo altijd. Ja. Nee, ik heb vaak de indruk dat als je dan aan het einde van de dag gaat, dat je oogschaduw zakt. Hè? Dus ik heb altijd het gevoel dat dat uiteindelijk mij zo extra moe maakt. Die kleur? Ja. Ja. Het is inderdaad wel een kleur dat ja, bij je huidskleur vooral moet staan. Hè? Ja. Zwart. Dat palet nu ook niet vallen, hè. Dat zal een hele zure zijn. Oh, nee, te druk. Oh, chance dat er nu niemand hier ons bekijkt. Buiten de buren misschien. Anders gewoon in mijn waterlijn, dat is gemakkelijker. Dat is waar. Is dat makkelijker? Oh, nee. Ja, chance dat ik valse wimpers heb overgeslagen. Dacht, dat gaan we nu toch wel niet doen. Het is gewoon geweest, al de lijn in mijn oog. Welke mascara had je? Aha, pour joie. Die een twist met dat rubberborsteltje. Ik heb die van de Clinique, die Lash Power Mascara.
En de kliniek vind ik wel goed, maar een dien heb ik nog niet gedaan. Nou, een klein borsteltje. Dat is een superklein borsteltje. Misschien goed voor de onderste wimpers. Ja, maar ik vond die ook op zich wel redelijk goed, omdat die niet klonterde. Ik heb een heel felle kleur bij voor op mijn lip. Ik heb van Essence de Long Lasting Lip Liner in de kleur 1, Ready for Red. En dan heb ik deze ook van Art Deco van de Claudia Schiffer collectie. Echt een super fel rode met een oranje ondertoon. De kleur 271 Cream Lipstick. We gaan dat proberen. Je gaat altijd een kruisje maken met een schone veken. Oké, van lippenstift heb ik dus de NYX Liquid Suede. Dus LSCL12. Dat is gewoon een donkerbruin. Die is al niet makkelijk om gewoon al aan te brengen, vind ik persoonlijk. Dus nu wordt het extra uitdagend. Okidokie. Setting spray. Want deze moet echt heel nacht goed blijven. Ja, ja. Dank je wel. Dat ben ik. Van Urban Decay de All Nighters. Van de NYX de Dewy Finish. Waar is het bijna op? Alrighty. Oké. Ik vind dat jij er wel goed uitziet. Echt? Ja. Maar ik hou wel van paars. Zou goed zijn. Nee, bij u zegt dat één. Nee, ja, ja. Prachtig. Ik kan mijn hart vast op mijne, maar bij u is het eigenlijk echt wel goed gelukt. Hè? Oh. Bij mij, ik heb gewoon... Tijd voor een spiegeltje? Ja, we gaan de spiegel erbij pakken. Dat is... Oei, dat puntje is niet weg. Nee. Nee. Oh, wauw. Zo'n keilange wenkbrauw. Dacht wel, let's go. Zie je. Ik weet niet wat ik van plan was. Mijn eyeliner, ja, ik heb het geprobeerd in één schoen te doen, maar... Dat van al, hè? Kan er mee door, hè. Mijn bronzer is redelijk brons geworden. Was het de look dat je in gedachten had? Ja, dat paarse, dat wou ik wel zo. Allee, netjes. Ik wou ook wel. Een bruine, zwarte smokey eye met een felle lip. Dat is toch keigoed goed lukt, dat van u. Ik bedoel, zie je wenkbrauwen. Ah ja, daar heb ik ook nog niet op gelet, maar deze minder. Maar die wel. Mijn doet me altijd aan mijn oren. Ja, oké, okay, conclusie. Conclusie, gaan we dat nog eens doen? Waarom? Waarom? Het is wel leuk, maar... Ja, ja nee, toch wel... Zo, dit was onze make-up zonder spiegel. Vind je het een leuke video? Geef het zeker een thumbs up. En vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal. Ja, op mijn kanaal hebben wij ook een leuke video gemaakt. Dus ga daar zeker eens kijken. Veerle gaat de link hieronder in de description box zetten. Ja, en hopelijk vonden jullie onze video leuk, hè? En dan zie ik jullie volgende week. Dag!